Frank Spekenbrink, 51 jaar. En ik woon met mijn broer, mijn neefje en mijn schoonzus hier samen in Prinshagen in Breda. Ik werk bij de grootste kruidenboer van Rotterdam. En daar pak ik eigenlijk goed erin. Ja, ik woon natuurlijk met mijn broer, mijn schoonzus en mijn neefje. Ik ben Feyenoorder, hun de rasnakkers. Gaat wel eens fout, maar wij hebben wel respect voor elkaar. En dat is iets wat in de samenleving eigenlijk ook zou moeten. Mijn pleegvader zei altijd tegen me, rijkdom bestaat niet. Rijk ben je, niet door middel van de inhoud van je bankrekening, maar rijk ben je als je gezond bent en je familie hebt. En dat is mijn rijkdom en ook mijn geluk. Wat er anders moet, dat ik hoop dat er eens een keer een regering komt te zitten die zijn oogkleppen ook eens naar zijn eigen bevolking richt. En niet alleen maar alles afkraakt, Geert Wilders wordt voor een racist uitgemaakt. Ja, sommige uitspraken ben ik ook niet met hem eens. Maar hij vat de koe wel bij de horens, want we hebben een gedragsprobleem bij een bepaalde groepering mensen. En ik vind dat daar best wel wat van gezegd mag worden. Dat er eens naar het volk geluisterd gaat worden en dat men ook daadwerkelijk eens een keer aan dit soort mensen wat gaan doen. En er zorgt er dan voor dat als deze mensen zich niet thuis voelen in de maatschappij, zorgt er dan voor dat ze zich wel thuis voelen. Dat men zich gaat houden aan de wetgeving en respect heeft voor elkaar. Echt respect. En dan niet alleen dat wij respect voor zeg maar de moslimgroepering moeten hebben, maar dat dat respect ook wederzijds is. En dat gevoel heb ik nu ook niet. Waar ik me dan misschien nog wel het meeste aan stoort, is dat dat dan maar door bepaalde partijen wordt weggelachen. En dat daar niets van gezegd mag worden. En dat je dan gelijk uitgemaakt wordt voor een racist eigenlijk. Omdat je er wat van zegt. Als het zo blijft doorgaan, dan gaat de bom een keer barsten. En dan wordt er niet meer gesproken, maar dan wordt er met vuisten gereageerd. En ik denk niet dat we daar met z'n allen op zitten te wachten. Tenminste, ik niet. PVV. En een proteststem, dat zeg ik er eerlijk bij.